Omdat als we het hebben over toegankelijkheid en kwaliteit van zorg, is eigenlijk iedereen het erover eens dat we behoefte hebben aan vernieuwing. Nieuwe manieren van zorg organiseren en misschien ook wel nieuwe manieren van het conceptualiseren van wat goede zorg nou eigenlijk is. En de sociale benadering is daarvan een prachtig voorbeeld. Dus vandaag is een dag dat wij vanuit de VU vieren dat Annemij vanaf vandaag bij ons hoort. En het is een hele bijzonder moment en wel om twee redenen. Bijzonder omdat wij hier, zoals we hier allemaal zitten vanuit onze eigen rol, verbonden zijn met die sociale benadering en ook een aantal ervaringen gaan delen. Zowel de plussen als ook de dingen die aandacht vragen. Maar ook heel bijzonder, Annemij, omdat jij vandaag bijzonder hoogleraar formeel wordt. Hè, langdurige zorg en sociale benadering dementie. Dus dat gaan we vieren. We maken er een feestje van. Wat zou je de beweging, want daar lijkt het een beetje op, gunnen? Dat hij eigen benen krijgt. Wat heeft je afgelopen jaren persoonlijk het meeste energie gegeven om hiermee bezig te zijn? Ja, ik denk toch wel het aansluiten bij het gewone dagelijkse leven voor deze mensen, wat zo belangrijk is. Nou, ik heb zelf ook ervaring in mijn eigen omgeving dat ondanks dat je met ziekte wordt geconfronteerd, of het nou bij een kind is of bij een ouder, dat je toch je ook moeder kunt voelen, dat je je mens voelt. Misschien is het maatgevend dat ik een bekeerde cynicus ben. Want ik ben opgeleid als specialist oudergeneeskunde, als arts. En in de allervroegste beginfase een antropoloog die het medisch model ter discussie stelt. Liet alle alarmbellen afgaan, maar uiteindelijk in de jaren daarna het werkt. Ik denk dat de term passende zorg eigenlijk een ander woord is voor de sociale benadering van de geneeskunde in het algemeen. Dat we het kunnen zien als een uitnodiging om ons vanuit de angst voor de dood te begeven naar het omarmen van het leven. Die SBD-domeinen die zijn echt bedoeld, hè, vanuit wetenschappelijk perspectief gezien, om de professionals min of meer te dwingen om op die gebieden te interveneren. Dat noem je behandelintegriteit van de sociale benadering, dementie. Vandaar dat die zo diep in de methode zitten. Als je kijkt overal naar case management, ambulante begeleiding, sociale wijkteams, ouderenadvies, dat we gemiddeld ongeveer 1/3 daarvan aan uren vrijspelen met elkaar. Nou, dat is nog lang niet het potentieel wat erin zit. Daarnaast is een interessant gegeven dat we 42% van de SBD-teams op dit moment zetten we uren in van anders geschoolden. En dan bedoelen we mensen die geen zorg- of welzijnsachtergrond hebben. Een mooi plaatje daarvan op hoeveel plekken we eigenlijk al bezig zijn. Hoe houden we daar vast wat we hebben neergezet? Jullie zagen de mooie resultaten. En anderzijds, hoe kunnen we die olievlek, je noemde het al, hoe kunnen we die verbreden? LifeWise, een benaderingsmethodiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Nu nog heel klein, maar eigenlijk hetzelfde. Daar is een coöperatie opgericht waar je lid van kunt worden. Er wordt allerlei materiaal ontsloten om het in je eigen organisatie verder vorm te kunnen geven. Maar het is van de sector zelf geworden. Tower of Care kan daarin natuurlijk wel een heel nadrukkelijke expertiserol blijven vervullen. Sterker nog, dat zal moeten. En dat zal ook onderdeel van de aanpak moeten zijn. Maar het grote verschil is toch dat we het nu echt aan het doen zijn. En ik denk dat wat mij betreft dat de enorme bijdrage is van die sociale benadering dementie. En uiteindelijk is het ook, denk ik, een ontwikkeling naar wat we als gemeente zo hebben gemist de afgelopen jaren. Naar die zoektocht naar die menselijke maat in de overheid en in de manier waarop we zorg vormgeven. Door weer de tijd te hebben om echt te luisteren naar het hele verhaal van mensen. Omdat we als mens natuurlijk niet alleen maar onze dementie zijn of onze valpartij of onze slechte nacht. We zijn altijd het hele verhaal. Het verhaal van Annemij raakte mij zo op zo'n diepe laag, echt, echt heel diep, dat ik denk, ja, dit is het precies. En dit is een vertaling van de zoektocht waar we mee zitten, hoe die anders moet. Maar ik zie zo dat het over de kracht van mensen en cliënten gaat. En Nederland is een hoogleraar rijker, waarmee, naar ik hoop, de sociale benadering een nog grotere olievlekwerking kent in heel Nederland. Het integrale zorgakkoord nodigt team dood uit om zich te begeven naar het leven. En zegt eigenlijk tegen passende zorg, zegt tegen team dood, ja, jullie kunnen ziekte behandelen, maar niet om de dood te voorkomen, maar om waarde bij te dragen aan het leven. Werk samen met team gezondheid. Ga sportief de strijd aan en interacteer ermee. De enige manier waarop dat kan, zeggen wij, is als alle partijen in de gemeente zeggen, wij gaan samenwerken en we laten elkaar niet in de steek. En wij laten patiënten niet in de steek. Dat zijn de waarden. Wij zijn zelf ook zoekende naar onze rol. Wat kunnen wij met wat we hebben geleerd in de trial doen?
om organisaties straks verder te brengen en om die sociale benadering in te voeren. Belangrijk onderdeel nu is dat we de werkzame bestanddelen, die noemde ik net al, die hebben we uitgewerkt van de social trial. Dat boekje dat krijgen jullie straks bij het naar buiten gaan. Ja, roep maar. Ja. Geduld is een schone zaak. Prachtig. Dat zeg je? En volhouden ook. Heel goed. Geduld en volhouden. Als je het niet meer weet, kom dan maar bij mij. Niet dat ik een antwoord heb, maar ik maak je even bij. Follow, follow the sun. We're training. And this day is done.